zijn er gewoon, heerlijk, dames en heren. Oh, dit is Lebbers en Verhalen met het toeval wil. Take it away. Toeval wil. Okidoki. Lekker beginnen, hè? Het toeval wil. Het toeval wil, ga ik meteen vertellen, begin van de avond. Toeval wil helemaal niks. Het doet maar wat, joh. Het gaat naar links, naar rechts, aan de kant op. Toeval wil. Het toeval wil bijvoorbeeld dat er 3 weken geleden een enorme meteorietraking langs de aarde is geschoten. Het denk je? Wil. Helemaal niks. Er is helemaal niks gebeurd. Wist je dat bijvoorbeeld Adolf Hitler maar liefst 41 keer toeval aan een aanslag is ontkomen? Waarvan 21 keer puur door toeval. Ik zeg toeval, bedankt. Het toeval wil dat wij elkaar 1,5 jaar geleden ontmoet hebben. En toen zeiden we, hier moeten we een voorstelling over maken. Dit mag de mensheid niet missen. Maar we gaan wel wil. Eindigen in de kleine komedie. En daarom staan we hier vanavond. Het is helaas mislukt, we moeten volgende week ook nog naar Eindhoven. Wil. Maar goed, we doen het best, weet je wel. Ah ja, en afronden, daar gaan we. Oké, okay. Het toeval wil. Kijk. Kijk, als je een programma... Dankjewel. Doe niet, hij gaat echt door. Hij gaat echt door. Niet doen, gewoon niet klappen nu. Nee, niet doen. Hij doet het echt. Ik wist dat niet. Ik ken hem nu sinds 1,5 jaar. En hij, verder, hartstikke sympathieke jongen. Maar hij heeft toetsenmanie. Dat betekent, als hij toetsen ziet, dan moet hij er even aan zitten. Ja. Weet je, waar die dingen ook staan, een beetje wat sommige NOS-presentatoren met stagiaires hebben. Hè, dat heeft deze jongen... Ik heb er nog nooit één in bad uitgenodigd. Dat kan ik je wel vertellen. Dat is ding. Maar ik heb wel een keer vanaf moeten trekken. Je moet wel... Nee, die zaten weer in machine, weet je wel. Op de Zeedijk, leuk tentje ook. En dan moet hij meteen, weet je, zit er met biertjes in. En dan zit er opeens Tom Waits naast je. Of nee, ik gaf als voorbeeld, want het was geen cue. Dankjewel. Goed, we wilden dus een programma maken over toeval. En weet je, het is altijd, weet je, iedereen kent toeval. Hè? En wat je vaak meemaakt is dat iemand zegt, nou, je raadt nooit wie ik vandaag gezien heb. Nou, wie ik nou ben tegengekomen, weet je wel. Nee, weet ik niet. Nee, maar je raadt echt niet wie het... Nee, dat ga ik ook niet raaien. Nee, maar weet je wie? En dan zeg het gewoon, weet je wel. Nou, dat... Dus we zijn begonnen met onze eigen toevalsdingetjes. Ja, we hebben eigenlijk eerst al onze eigen verhalen op één hoop gegooid. Dat was een indrukwekkende lijst. Ja, ja. Hans die had er ongeveer, nou, ik denk 94 toevalverhalen. 94 hele sterke toevalverhalen. Ja, en Matthijs Verhalen had er alles bij elkaar 1. Ja. En dat komt ook omdat hij is natuurlijk een stuk jonger dan ik. En heel veel gebloot. En op een gegeven moment maak je gewoon niet zo heel veel mee in je leven. Maar je vergeet alles. Het is vast wel heel veel gebeurd. Maar je weet het. Nee, het is wel ook een steengoed verhaal. Het is wel echt Oké, okay, laten we daarmee beginnen. Laten we hiermee. Het toevalverhaal van Matthijs. Nou, ik ben benieuwd. Zo doen we dat altijd. Ja, elke avond. Dat dacht ik ook. Prima. Het was, het gave is, het heeft plaatsgevonden hier al nog geen 500 meter vandaan. Namelijk op het Rembrandtsplein. En ik stond met een vriend van mij een jointje te roken. Het was een jaar 22, denk ik. En ik maak kennelijk een steengoede grap. Want hij moest keihard lachen en hij sloeg me daarmee iets te enthousiast op mijn schouder. Waardoor dat jointje, wat ik vast had, uit mijn hand vloog. Dus die ging in een soort driedubbele flikvlak, viel hij op de grond. En ik wil bukken om dat jointje op te rapen. En fucking kleine komedie, I kid you not. We liegen niet vanavond, hè? We liegen niet. We liegen niet. Ja? Dat jointje, dat stond rechtop op de straatsteen. Op dat dunne fucking tipje. Op een tipje gewoon. Voelen jullie het? Hoe bijzonder het is? Dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Het staat niet. Het was Epke Zonderland was het eigenlijk. Hij staat. Hij staat. Was het. Waanzinnig. We hebben gewoon... Ik ben vervolgens op handen en knieën ben ik ernaast gaan zitten. En toen... Kijken, weet je, of kougrond. Ja, of kak of iets. Wat het overheen wil. Maar het was helemaal niet zo. Het was gewoon volkomen windstil. En hij stond. En ik denk... Nou, 12 seconden. Het voelde echt als een eeuwigheid. Ja. Heb ik daar verbijsterd met die vriend van mij naar staan te kijken. Ja. En toen stak er een hele kleine windvlaag op. En pok, toen viel hij om. En toen was het moment weg. Ja. Maar het is wel gebeurd. Het is gebeurd. Fucking cool, hè? Ja, en hij vertelt me het verhaal. Toen moest ik opeens denken aan... 15 jaar geleden stond ik met een vriend in Berlijn bij de Brandenburger Tor. En we stonden daar met z'n tweeën een jointje te roken. En op een gegeven moment maak ik een grap. En hij slaat mij op mijn rug. En dat jointje schiet uit mijn mond. En die blijft voor onze ogen in de lucht hangen. Gewoon in de lucht. Bleek dat we toevallig net op een rooster stonden van de metro. Er komt net op dat moment komt er een metro aan. Die geeft opwaartse luchtdruk precies gelijk aan de neerwaartse luchtdruk. Dus dat jointje dat hoevert voor onze ogen. Nou, een minuut of 2 bleef die hangen. En
En op een gegeven moment, die vriend van mij, die pakt zo dat jointje, neemt er een trekje aan. We hebben het er nooit meer over gehad. Shit. Goed verhaal, zeg. Nou, dat was grappig. Dat doet mij denken, ik stond op een gegeven moment bij de Eiffeltoren, stond ik. Met een vriend van mij, een jointje te roken. En ik maak kennelijk een ontzettend goede grap, want hij moest keihard lachen. En hij sloeg me daarmee dus iets te hard op mijn schouder. Waardoor dat jointje in mijn keel schoot. Wow. Dus die kwam, die kwam gewoon overdwars, brandend en al, in mijn keel terecht. Dus ik begin te proesten, jongen. Ik sterf gewoon. Ik ga helemaal dood. Er komt rook uit mijn oren, ogen, alles. En gewoon in allemaal gaten. En ik sta daar dus een soort te stomen en dood te gaan tegelijkertijd. Die vriend van mij staat ernaast, weet ook niet wat hij moet doen. En uit het niets voel ik dus achter op mijn heimlich plek, weet je wel, op mijn rug. Ja. Voel ik zo'n perfecte zo'n plaats, vuist, zo paf, zo vol me. En op datzelfde moment, door die klap, schiet dat jointje uit mijn keel. Op dat moment komt er van zijwaarts een hand met gespreide vingers. I kid you not. En die pikt hem zo paf uit de lucht. En ik wil weten, wie is die persoon die mijn leven gered heeft? Dus ik kijk om, weet je wel. Nou, weet je wie het was? Nou. Nee, ik weet niet, ik kan niet rijden. Enig idee? Nee. Iemand? Ik weet niet. Ik weet niet. Ivonie. Ivonie, ik zweer het je. Hij zit in de trek, jij zegt cannabis. Ik was een keer met een vriend, was ik in Jeruzalem. En op de berg Golgotha, weet je, waar Jezus gekruisigd is. We deden een klein rallytoertje. En de groep was al weg en wij stonden bij de ondergaande zon nog een beetje na te genieten. En we staan een jointje te roken. En ik weet niet of mensen was geweest zijn bij Golgotha, maar het is heel erg droog daar. Het is ontzettend droog. Ja. En dan had het net toevallig, 2 uur daarvoor had het geregend. Gewoon voor het eerst in jaar had het daar geregend. Daarna was er een heel klein beetje water in een plasje blijven staan, precies bij onze voeten. Weet je wel? En ik sta een jointje te roken. Ik maak een grapje over Jezus aan het kruis en dat hij jeuk had. Een heel flauw grapje. Nou, die vriend van mij vond het heel grappig. Slaap op mijn schouder. Jointje schiet uit mijn mond en valt precies in dat ene plasje wat sinds 2 jaar tijd weer daar gevormd is. Hij valt erin, George zegt, jointje uit, ding is zeiknat, weet je wel. Dus wij staan klaar. Wij staan beteuterd daarna te kijken. En terwijl we ernaar kijken, schiet die wortel. Komt er een hennepplant, komt zo omhoog. Er is zo'n grote hennepplant. Na een kwartier kon ik hem toppen. Even gerookt en eventjes gedroogd in de zon. Daarna hebben we met een aantal herders, hebben we... En 3 koningen, die kwamen ook nog langs. Koningen. Ja. Ja, dat is een heldere ster aan de hemel. Ja, dat was een os en een ezel. Ik weet ook niet meer. En hoe lang heeft dit hele ding geduurd? Half uurtje. Max. Fuck. Ik stond op de maan. Met een vriend van mij. Nee. En, nee, je bent het kwijt. Nee, je bent het kwijt. Ja, doe anders heel even een van jouw 94 verhalen. Ik doe mijn eerste goede toevalverhaal. Ik was 16, mocht ik met een vriend van de middelbare school, alleen op vakantie, weet je wel. Dat is super spannend. We gingen liften in Engeland, dat was toen allemaal helemaal geen enkel probleem. Veel te grote rugzakken mee. En we zijn lekker met z'n aan het liften, maar na 10 dagen krijgen we ruzie. Zeker zijn schuld. Dus ik sta alleen op een tankstation, hij was de andere kant op gegaan. En ik moest naar huis bellen, naar mijn pa, maar weet je, wat moet ik doen? Meteen naar huis komen, ik moest naar Felixstowe, daar gaat de boot. En ik probeer een lift te krijgen daar naartoe. Is er een lief oud Engels vrouwtje en die zegt, kom met me. Dus ik mocht bij de instappen, zo'n klein Morrisje Mini, weet je wel. Een klein Morrisje Mini, dus we gaan erin zitten, dat ding helemaal vol meteen door mijn rugzak. En dat vrouwtje, en toen zag ik pas hoe Iels was, een heel nieuw vrouwtje, die ging dus achter zitten, ze kon zo net over het stuur heen kijken. En ik zat naast haar, en toen begonnen we aan een soort halve dode rit begonnen. We gingen over de M1, ik weet het nog, richting Felixstowe. Maar ze reed fucking dicht op andere auto's, weet je. Gewoon echt, dat er geen halve auto meer tussen kon. En veel te dicht op, en ik zat alleen maar van niet dichterop, niet te... Maar ze had de neiging, dan ging ze met me praten, vond ze leuk, maar dan ging ze me aankijken. Dus van zo'n stuur zei ze van, oh, are you from Amsterdam? En ik zat alleen maar, look in front of you, weet je. En toen gebeurde er dit, deze aaneenschakeling van toeval. Ik doe het een beetje vertraagd. Ze kijkt naar me en ze zegt, I'm from Scotland. Kijk voor je, weet je, I'm from Scotland. En op het moment dat ze zich omdraait naar mij, zie ik dat de deuren van de auto, die vrachtwagen waar we vlak achter reden, is één scharnier doorgeroest. We rijden over een bobbeltje, hij breekt af die hele deur, die stuit het met zijn punt op het asfalt. Omdat we er zo vlak achter reden, door de opwaartse luchtdruk, werd die deur over ons. Serieus? Nee, mensen gaan dan lachen en denken, hè, het is echt gebeurd. Dat ding, we liggen niet. We liggen helemaal niet. En toen is die deur die is in de berm terechtgekomen. En op dat moment kijkt zij weer vooruit. En we kijken zo naar 150 verbaasde kippen. Hè, die ons aanstaan te kijken van, was je me nou? Weet je wel? Maar zij had niks door.
Ze reed gewoon door alsof er niks aan de hand was. En ik weet zeker dat als zij naar voren had gekeken op het moment dat die deur was afgebroken, was ze zich kapot geschrokken. Had ze vol op de rem gestaan. Dan waren we een stuk naar achteren geschoten. Dan was die deur na het stuiteren ongeveer zo hier terechtgekomen. Nou, dan stond hier een heel klein handje. Dus dat zou ik je vertellen. Had ik jou op een rood bolderkarretje had ik jou op moeten rijden. Gewoon. Zo, dat is... Had ook lief geweest. Een vlaggetje. Een vlaggetje. Hartstikke leuk. He? Nee, maar het ding is een beetje. Iedereen die hier zit. En er zitten ook jonge mensen vanavond. Zelfs voor die jonge mensen geldt. Je hebt toch allemaal wel eens wat meegemaakt. Waarvan je denkt, dit is maar net goed afgelopen. Toch? Wat ik met vuurwerk heb gedaan. Inhalen soms in de bergen. Dat je denkt, dit is ook maar net goed afgelopen. Ja, jullie hadden hier eigenlijk helemaal niet moeten zijn. Nee, daar hadden eigenlijk totaal andere mensen moeten zitten vandaag. Ja, maar fijn dat jullie er zijn, daar gaat het om. Wordt wel gewaardeerd, maar jullie hadden hier echt niet moeten zijn. Nee, dat is, weet je, het is, sowieso is het ongrijpbaar dat je er bent. Weet je, dat is iets waar we met onze hersenen natuurlijk niet bij kunnen, dat toeval. Dat het ene zaadje nou net bij dat ene eitje terecht is gekomen. Weet je, en daar kunnen we ook helemaal niet over nadenken, dat er leven is op de aarde. Dat is allemaal veel te groot. Maar soms dan moet je treffen, dan it hits you in the face. En ik had het een paar maanden geleden, er was opeens een berichtje in de krant. En er stond dat het mannelijk zaad gaat achteruit. Niet in snelheid en hoeveelheid, maar in kwaliteit. Het mannelijk zaad gaat gewoon... En richting ook niet. Nee, fijn belangrijk. Dat je dat ook nog even erbij zegt, jonge man. He, maar het gaat gewoon achteruit. En het kwam dan door weekmakers in plastic, wat je dan met macht en tromblader er binnen krijgt. En door luchtverontreiniging, Gordon. Gewoon, er zijn ze allemaal dingetjes waardoor over het algemeen zaad er geen zin meer in heeft. Zeg maar, op een bepaald moment. Maar waar ik van schrok was dit. In het bericht stond... Dat een man bij 20 miljoen zaadcellen... We hebben er nu ongeveer 50 miljoen, vroeger 100 miljoen. Maar bij 20 miljoen zaadcellen is een man onvruchtbaar. Dan kan hij geen kind meer verwekken. 20 miljoen. En toen dacht ik, wat is hier aan de hand? Hoe kan het dat 20 miljoen zaadcellen niet genoeg is voor één eitje bij de vrouw? Ik denk, ik ga toch even uitzoeken. Ik vind het een raar verhaal. Ik heb een leuk boekje gevonden, Lentekriebels heet het. En er staat het allemaal prima in beschreven, hoe je het moet krijgen en welke kant het op gaat. Dit gebeurt er. Ik wist het niet dat het zo was. Jullie hebben... twee eierleiders, maar er gaat per maand maar één eitje wordt er losgelaten. Want u bent zuinig, hè? Maar beperkte voorraad en we weten niet wat er gaat gebeuren. Dus er is maar één van de... En als wij met z'n 20 miljoen aankomen zetten, geen idee, weet je wel. Dus dat is, dan verdelen we de troepen, denk ik. Dus de ene helft die gaat gewoon een kliko in. Dat is gewoon verloren zaak als Lemming in de berg af. Die kan je weggooien, gaat ook meteen stinken. Die andere 10 miljoen die gaan dan de goede eierleider in, weet je. Maar dan begint de selectie, hè, dames. Dan begint de selectie. Hè? Dan hebben jullie allemaal trucjes. En trilhaartjes, maar die staan niet de richting of het eitje, maar de andere kant op, om te kijken of we het wel kunnen. He, dat is echt alleen maar overwegen. En dan moeten we allemaal, weet ik veel wat, we moeten sudokus oplossen. Het is een fucking partytime is het waar we moeten komen. Wipeout. Het is wipeout, dat is het. Het eitje is Bachmoed en wij zijn de Wagnergroep die proberen met z'n allen... Nee, gaat te ver, maakt me niet uit. Flikker op. We gaan toch winnen. Ja, maar dat is toch een ding. Weet je, en dan blijven er van die 20 miljoen. 20 miljoen, hè? Dat is heel veel. He, van die 20 miljoen, dan blijven er misschien 5 miljoen over. Die duiken met z'n allen op dat eitje als een soort orgie die ik nog nooit gezien heb in ieder geval. Weet je, en dan nog gaat de selectie door. Dan zeg je nog, nou, die hoef ik niet en die hoef ik niet. En dan eigenlijk eentje. Eentje. Uiteindelijk zei eentje, de uitverkoren, die mag jullie dan bevruchten. Ja, dat is jullie selectiecriterium. Kijk eens gewoon om je heen op straat wat dat uiteindelijk heeft opgeleverd, dames. Zullen we gewoon eerlijk zijn? Het werkt voor geen meter. En ik vind als je 20 miljoen zaadcelletjes nodig hebt om voor één eitje, dan vraag ik me wel eens af, willen jullie eigenlijk wel kinderen krijgen? Ons hier nou staan. Jij doet je ogen met een watje. Ik heb alleen nog sokken aan en poets mijn tanden. Dit is hoe wij al 7 jaar toch elke avond weer in hetzelfde bed belanden. Via de spiegel begluren wij elkaar. Plots zeg jij, wat kijk je raar. Je grabbelt naar je watten staafjes om een blik maar te vermijden. Maar jij weet ook precies hoe laat het is. Want deze spanning is nu al weken om te snijden. Geen charatels,
geen geile lingerie. Nee, dit is lust, nog liefde. Dit is pure biologie. Vergeet wat je hebt geleerd van Wouter, Sander, Koen of Geert. Ze hebben vast van alles geprobeerd, maar ze deden het verkeerd. Ik ga jou laten zien hoe je baby's maakt. Hoe je baby's maakt. Oh, en hoe ooit juffrouw Van Dam op een dag je klas in kwam. Met een flap over, een condoom en een courgette. En hoe jij heel de les lang aantekeningen nam. En ontzettend braaf op ging zitten letten. Of hoe je pa op een dag tegen je zei: kom even zitten hier bij mij. Omdat het tijd werd voor het gesprek. Want hij had ook wel in de gaten dat er nu steeds vaker jongens over de vloer en jullie toch eens over bloemetjes en pijtjes moesten praten. Oh, hij kon ook niet weten, hij had toen geen flauw vermoeden dat ik jou op een dag leren zou waar hij jou zo voor wou behoeden. Vergeet wat je hebt geleerd of in je schriftje genoteerd wat je pa ook heeft geïnstrueerd. Want hoe je het ook went of keert, ik ga jou laten zien hoe je baby's maakt. Hoe je baby's maakt. Maar dan zie ik plots hoe straks onze dochter aan een voeteneind zit te zoenen met ene Jeffrey, wiens hand zo in haar broek verdwijnt. Waarna hij haar knoopjes opendoet en zij heeft het nog maar half door. Waarna die plotseling bovenop haar kruipt en zachtjes fluistert in haar oor. Vergeet wat je hebt geleerd, want wat niet weet is wat niet deert. En wat Matthijs ook pretendeert, hij heeft het zelf ook geprobeerd. Ik ga jou laten zien hoe je baby's maakt. Hoe je baby's maakt. Ah, nee, alsjeblieft. Nee, Jeffrey, doe het alsjeblieft niet. Nee, laat het nou alsjeblieft niet zien. Laat het nou alsjeblieft niet zien. Nee. Hoe je baby's maken. Ja. Ja, toch. Dit is toch finale songfestival niveau. Kom op zeg, leuke zangeres erbij. He? Hartstikke idee. Precies, drie Indiaantjes. Hadden we minimaal de finale gehaald. Oké, okay, we gaan verder. We gaan het wat wetenschappelijker aanpakken met toeval. Heel goed, Hans. We gaan verder met een formule toeval. Plus, de betekenis die wij eraan geven is het lot. Ik ga duiden. Kijk, er gebeuren gewoon dingen. Laat ik zeggen, regenbuien, valt een druppel op een blad, natuur, van alles. Hè? En dan gaat het erom wat voor betekenis wij eraan geven. Want er gebeuren gewoon dingen. En je hebt van die mensen, die lopen dan over straat of zo, en dan zingt er een merel. En dan zeggen ze, kijk, die merel zingt speciaal voor mij. Daarom zit die merel daar, die zingt voor mij. En die mensen, die probeer je te vermijden. Maar ja. Het lukt nooit. Nee, het lukt je nooit. Het is altijd familie. Het is toch uiteindelijk altijd familie. Nee, maar kijk, je zoekt naar betekenis. Wij zoeken in dingen betekenis, want Elko mag Matthijs zijn stem wat minder op mijn monitor. Want ik vind hem van die kant al meer genoeg. Ik weet toch een lieve man. Nee, maar kijk, we zoeken betekenis. Want anders, weet je, als dingen alleen maar zomaar gebeuren, dan hebben we toch het gevoel dat het leven een beetje zinloos is, dat het maar voortrolt. Dus we hebben altijd gezocht naar betekenis. Als iemand een ongeluk kreeg, was het omdat hij de heilige boom had omgehakt. Hè, of religie is daar natuurlijk goed in. Het heeft wel met God te maken, religie, alles heeft betekenis, die naam was, weet ik veel wat. Hè, maar langzaam is religie natuurlijk ook minder aan het worden. En je ziet nu dat de betekenis wordt gezocht, vooral door mensen in complottheorieën.
Je hebt mensen die geloven in complottheorieën en die denken, er moet toch een reden zijn, er zit een groep achter, er zit iets achter. Zullen vanavond ook zeker een aantal mensen aanwezig zijn die in complottheorieën geloven. Er zijn ook vanavond een paar fietsendieven aanwezig en inbrekers, dat kan niet anders. He? Vaak zijn het zelfs één en dezelfde persoon, overigens. Nou, zeg maar. Kijk aan, kijk aan. Ja. He? Maar, daar gaat een hele nare lach. Een hele nerveuze lach. Iedereen even van me checken. Nee, maar het is... Weet je wel, je zoekt betekenis en mensen geloven in complotten. En er zullen hier ook mensen zijn die in de familie, weet je wel, een man vaak zijn net, of weet je, die dan, en het is gezeik, toch? Dat die, nee, maar in de uitlaatgassen van vliegtuigen, weet je, die condensstrepen, er zit van alles in, weet je wel. Oké. Dit is je redding. Ik heb uitgevonden een manier om mensen die in complottheorieën geloven, om die kapot maken, vind ik dan weer een groot woord. Hè? Maar onschadelijk. Ja. Onschadelijk. Ja, dat ze neutraliseren. Kijk, ik zal je uitleggen. Ik ben achtergekomen. Dit is gebeurd anderhalf jaar geleden. Ik was op een feestje. En het was een hartstikke leuk feestje. En ik zat leuk met iemand te praten, tijdens corona. En ik zat rephrase, zou ik zeggen. Oh! Even terug. Oh, nee. Het was om te vieren dat corona was afgelopen. Ja. Nou weet ik het weer. Dat feestje was het. Johnson was erbij. Oh, Johnson was erbij. Nou, prima. Nee, maar goed, weet je. Dus ik zit met die gast te praten. En die geloofde ook in complottheorieën. En ik zat een beetje te drinken. Ik zeg, mag ik wat scherpe vragen stellen? Ja, natuurlijk. En ik zeg, nee, maar ik... Weet je, zeker als ik gedronken heb, kan ik best wel een beetje... Weet je, van zo'n vraag met weerhaakjes. Dat het een beetje pijn doet, de vraag. En dat je terugtrekt, dat je weer pijn hebt, zeg maar. Daar ben ik wel goed in. Het is niet mijn beste kant, hoor. Zal ik je eerlijk zeggen. Ook bijvoorbeeld mensen laten uitpraten, kan ik ook niet zo goed. Maar vervelende dingen doen bij mensen, dat vind ik altijd... Dat vind ik gewoon echt leuk. Dus ik zeg tegen hem... Nee, maar in overleg, weet je wel. Prima, ik doe niet zomaar op straat. Dus ik zeg tegen hem, mag ik je wat scherpe vragen stellen? En dan doen we gewoon zo. Als je het zat bent, dan stoppen we gewoon. We hebben alle twee een leuke avond. Hij zegt, prima. Ik zeg, doen we net als met de SM. Doen we gewoon een stopwoordje. Toch, dat is voor iedereen beter. Dus ik zeg, doen we tandpasta. Dat gebruik ik zelf ook. He, dat je gewoon... Dus tandpasta is een goed woord. Ja, tandpasta is meteen goed. Ja. Van harde medeklinkers. Je moet harder, want het moet om dat balletje heen op een gegeven moment. Dus, eierwekker moet je niet doen. Nee. Daar kom je niet uit gewoon. Dus tandpasta. Neem van mij aan, is een top woord om te gebruiken. He? Dus... ik ga niet verder. Stop. Nee, dat als iemand dat zegt, is er genoeg tampen staat dat je dan een erectie krijgt. Dat is gewoon een hele flauw. Moet ik niet doen. Goed, ik zit met die jongen te praten. Jongens, kom op, bijblijven. Dus ik zit met die gast te praten. En het is eigenlijk een drie-stappenplan wat je hebt. De eerste stap is, je gaat met hem mee. Je zegt van, dus jij gelooft, ja. Dus er is een deep state. Er is een groep, laten we zeggen, het zullen weer witte mannen zijn. Hè, van middelbare leeftijd. En die regelen op de achtergrond, regelt die alles. Ja. Ik zeg, en er is een satanisch netwerk omheen. Ja. En een pedofiele netwerk. Ja, pizzeria's. Hè, en je moet babybloed moet je drinken. Hij zegt, ja, allemaal. Ik zeg, weet je, stel nou eens... dat ik gevraagd zou worden voor dat netwerk. Dat is helemaal niet raar. He, ik ben best wel slim. He, ik ben wit, weet je, op middelbare leeftijd. Dat is helemaal niet zo gek dat ik ervoor... Ik vind het eigenlijk al raar dat je nog niet gevraagd bent, om heel eerlijk te zijn. Misschien ben ik wel gevraagd. Weet je wel, maar ik ga natuurlijk niet zeggen... Ik ga niet zeggen van, ik zit in een complot, want er is geen complot meer. Dat snapt iedereen. Want als je zegt dat je complot zit, dan weet iedereen dat je complot zit. Dan is het wetenschap, dan is het geen complot. Maar het hele idee van een complot is dat niemand weet dat je in complot zit. Dan is kapot kapot. Dus maak je eigenlijk complot kapot, zit je nergens meer in. Snap je? Dus je moet je gewoon niet zeggen. Dus je weet het nooit. Ja, dat is toch zo. He, ik zeg, stel nou dat ik word gevraagd voor zo'n complot. Hè. Kijk, dan moet je opeens... En het is best leuk, weet je, voor de bij... om een keer de wereld te besturen met een groep mannen. Weet je, gewoon voor de gein. Dat je dat ook een keertje doet. Ja, toch. He, dus ik zeg, dat wil het best wel een keertje doen. Maar dan moet je dus in het satanisch netwerk... en pedofiele dingen en zo. Ik zeg, nou, daar fiets ik wel omheen. Daar vind ik wel een dingetje voor. He, maar uiteindelijk sta je toch met dat glaasje babybloed. Toch? En dat moet je dan gaan drinken. En dat lijkt me nou echt een acquired taste. Weet je, dat je eraan moet wennen, zou ik maar zeggen. Net als je eerste biertje, weet je dat nog? Middelbare school, je eerste koffie. Dat je denkt, bittere smaak. Maar op een gegeven moment wen je eraan. En ik denk dat het met babybloed ook zo is. Ik denk dat het op een gegeven moment... Ja, ik denk dat op een gegeven moment... dat je na een week of twee, drie jezelf opeens hoort zeggen... heeft er iemand O-negatief? Is er nog O-negatief? Weet je? En dat je bijvoorbeeld met kerst met je familie... die weet ook niet dat je in complot zit. Want dat ga je het ook niet aan vertellen. Want dat is geen complot meer. Hè? Dus je zit dan met je familie... en dan wordt de kalkoen wordt opgeserveerd... en dan ruik je zo die zware kiplucht... en dat je dan denkt... oh, weet je wat hier lekker bij zou zijn? Hè? En dat je dan toch een beetje om je heen kijkt... of iets kleins rondkruipt waar niemand op let. Alleen maar peuters. Peuters. En dat is oud. Dat is te oud. Weet je. Nou,
Dat snapte hij zelf ook wel. Die gast die dacht ook wel, ja, dat is een beetje raar en zo. Maar goed, hij had nog geen tandpasta gezegd, dus ik mocht nog even door. Hè? En dan kom je bij de tweede fase en dat is dat je gaat kijken waar zijn grens ligt. Want je kan niet in alles geloven. Weet je, al die complottheorie, die gooit je kan niet en geloven dat we nooit op de maan zijn geweest. En dat de aarde plat is. En dat er in alle vaccins dat daar chips in zitten. Hè? Daarvoor was er een chiptekort, want die zaten in die chips allemaal. Weet je wel. Hè? Je kan niet overal in geloven, dat kan gewoon helemaal niet. Weet je. Dus wat je dan doet is, en dat is het leukste, dan ga je met iemand verder praten, maar dan mag je je eigen complotten bedenken. Dan ga je gewoon kijken wanneer die afhaakt, dat hij zelf snapt. Ja, een beetje raar aan het worden. Dus ik zeg, gast, ik zeg, wist je dat in het leidingwater van Amsterdam, dat ze daar een goedje doen, wat je niet proeft en ook niet ziet. En als je dat drinkt, ben je na een half jaar, word je homoseksueel. Nou, begon hij al terugtrekkende neigingen te krijgen. Ik zeg, en wist je, hij was Formule 1 en ik zeg, en wist je dat de motoren van Formule 1, altijd hetzelfde. Het is altijd weet je wel, speciale frequentie. Die zijn allemaal afgesteld op een speciale frequentie. En als je er lang genoeg en hard genoeg naar luistert, dan krijg je heel veel zin om bier te drinken en vrouwen lastig te vallen. Dat is precies die frequentie. Nou, toen begon hij ook al een beetje af te haken, weet je wel. Maar goed, nog steeds geen tandpasta, dus ik kon door. En toen kwam ik bij het derde. Dat is een wat ingewikkelder. Ik zeg, luister, jij zegt tegen mij, ja, dat ik mijn eigen regering niet kan vertrouwen, toch? Nee, het klopt. Nee, het zijn marionetten. Ja, ja, van de deep state. Ja, precies, ja. Hè? Dus ik vertrouw mijn eigen regering niet meer, omdat jij dat verhaal aan mij vertelt. Ja, ja. Ik zeg, dan ben jij toch het complot? Wat bedoel je? Ik zeg, nou, jij, als jij mij iets vertelt waardoor ik mijn regering niet meer vertrouw, dan ben jij het complot. Ik zeg, les. Weet je nog, de allereerste computers hadden we heel veel meer last van virus, computervirus. En dan kregen ze een mailtje van iemand die je kende, een vriend of zo. Hè? En die zei dan, viruswaarschuwing. Dus een mailtje en erin stond een waarschuwing voor een virus. Alleen, als je het mailtje openmaakte, dat was het virus. Dat was het virus zelf. De waarschuwing was het virus. Ik zeg, en dat is met jou ook. Jij waarschuwt me, jij bent het complot zelf. Maar je hebt het helemaal niet door. En dan hoor je zo, pok, dat is het kwartje wat valt. En dan komt de truc, Hè? Dan draai je om, dan doe je alsof je weggaat. Maar dan draai je terug en dan zeg je, maar we worden natuurlijk wel geregeerd door reptielen. Snap je? En dan heb je hem, want dat is natuurlijk wel waar. Oh, dat had ik echt niet verwacht in Amsterdam. Amsterdam niet, nee. Boven Karspel, oké, maar Amsterdam. Ja, oké, geef niks. Niemand is hier om te leren. En misschien zitten er ook niet-Amsterdammers in de zaal. En die nemen de rest toch een beetje... Uit. Ja, die trekken er is toch een beetje mee naar beneden. Dus ja, je hebt altijd mensen gewoon niet nog van Driemond of zo. Nou goed, maar waarom doe ik dit? Weet ik niet. Gewoon zin in. Nee, maar kijk. Luister, huiver en word overtuigd. Wij worden geregeerd door reptielen. Wij hebben allemaal een reptiele brein. Dat is je oerbrein. Flight or fight. Ikke. Dat is je oerbrein. Daaromheen zit de human ding, weet je. Sociaal denken, ratio, mededogen. Alles dat zit er later omheen. Maar het oerbrein is ikke. En wij worden geregeerd door mensen die het oerbrein gebruiken. Zoals Donald Trump. Dat is toch pure reptiel. Dat is toch oerbrein. Donald Trump vertraagt de opname van Donald Trump. Zie je het tongetje zo eventjes zo. Echt waar. Gespleten tongetje. Kid you not. Poetin is toch ook, ja. Is ook een reptiel? Die heeft van, die kan zijn ogen los van elkaar bewegen. Ja. Echt waar, als je goed hebben ze ook opname van dat je hem zo alle kanten ziet opkijken. En dan kan hij, als hij wil, kan hij een vlieg zo uit de lucht happen. Dat heb ik gehoord. Dat zo is. Nee, maar worden. Hier neemt nou Heineken, de CEO's van Nederland. Dat zijn ook grotendeels reptielen. Die gebruiken een reptielenbrein. Heineken, hij moest weg uit Rusland vanwege de oorlog. En dan zeiden ze, nee, dat gaan we doen. Ze zijn er gebleven en ze hebben 61 nieuwe drankjes hebben ze daar op de markt gezet, weet je wel. Dat is toch puur reptielenbrein? Ik vind dat het tijd wordt dat er weer eens iemand ontvoerd wordt bij Heineken. Dacht ik zo. Hè? Graag. Het is iemand die het wel wil doen al. Hartstikke fijn. Dat is de mentaliteit die we hebben moeten. Maar wij worden geregeerd door mensen met reptielen. Oh, Caroline van der Plas. Oh, zeker. Caroline van der Plas. Nou? Zeker. Volgens mij vervuilt zij 4 keer per jaar. Echt waar. Ja. Daarvoor heeft ze ook van die losse kleren aan. Dat je die felle huid niet zo ziet hangen. Ja, schijt toch uit, zeg. Zullen we Caroline van der Plas teruggeven aan de natuur? Wat dachten we daarvan? Ja. Gewoon, huppakee. Het is wel lastig. Ik zou niet weten of ze begraven zou willen worden of door zo'n mestwagen zou willen uitsproeien. Ja, gewoon uitsproeien. Vermalen, uitsproeien. Dat je met de ondergaande zon, dat je zo een mooie regenboog krijgt en klaar is de hele handel. Stof. Of blauw, wit, rood. Ja, zo mooi. Tegen dat is mooi. Nee, maar Caroline van der Plas, weet je, dat is alleen maar... We zijn natuurlijk met dit programma ook door het land geweest en dan voel je gewoon de samengeknepen billen. Ja. Zullen er ook wel mensen zijn die BBB hebben gestemd? Lees eens een partijprogramma, hè, voordat je op iemand stemt. Als wij het partijprogramma van de BBB, als we die gaan uitvoeren, dan is Nederland over 10 jaar alleen nog maar boeren, bramen en brandnetels. En voor de rest is alles weg. Dat is gewoon wat er aan de hand is. Wij worden geregeerd...
Ja, nee, maar de boeren denken ook echt... Ik ga nu stoppen, hoor. Dit gebeurde in boven Kaspel gebeurde dit niet. Nee, maar boeren denken echt... Weet je, we worden niet... Ze luisteren niet naar ons in Den Haag. We luisteren wel, maar jullie zitten ernaast. Snap je? Dat is heel wat anders dan luisteren. Maar goed, kom naar de oudejaars, Lemmens Jansen... en dan krijg je het allemaal uitgebreid nog een keertje door. Oké. Nee, maar wij worden geregeerd door reptielen, weet je wel. Wij gaan zeker de opwarming van de aarde... 1,5 graad, jongens, vergeet het. Het gaat 2 graden worden. Het gaat 3 graden worden. CO2 in de lucht neemt nog steeds keihard toe. Wij worden geregeerd wereldwijd door reptiele breinen. Hè? En wat wil een reptiel? Warmte. Dit zijn spreeuwen. 40.000 spreeuwen, gefilmd over Utrecht. Het heet een murmuratie. Ze weten niet precies waarom ze het doen. Sommigen zeggen dat het is om vijanden te bedotten. Maar ze doen het alleen maar bij zonsondergang. Misschien is het gewoon een avondritueel. Schitterend, toch? Ze weten wel hoe ze het doen. Ze hebben het uitgevonden met de camera's en zo. Al die spreeuwen, die kleine spreeuwenkopjes, hebben 3 instructies. 1, instructie 1, niet tegen elkaar aanvliegen. Instructie 2, als het dreigt te gebeuren, dan rem je af. Je gaat niet omhoog of naar beneden, je remt alleen maar af. En instructie 3, let op 7 spreeuwen om je heen. En dan krijg je dit. Ze hebben geprobeerd met de snelste computers ter wereld om uit te rekenen wat er over 1 seconde gaat gebeuren. Het lukt niet. 3 simpele instructies en de uitkomst is totaal toeval. Schitterend toeval. Ja, ze hebben gewonnen. Ja. Fantastisch. Dit is chapeau. Chapeau. Knap. Chapeau. Ging ver, net voorbij gisteren. Ja, dit is wel echt knap. Ja, we wilden in een voorstelling over het toeval ook wel iets aan het toeval overlaten. Maar goed. Ja, dit was niks. Het. Er gebeurt dus helemaal niks als je het aan toeval overlaat. Er ging geen telefoontje af. Niemand durfde meer te kuchen. Iedereen zat, oh, kut. Wat gaat er gebeuren? Zo, ik rook angst. Dat is wat ik rook. Oh god, maar vanaf nu is het heel... Er zijn geen experimenten meer. Nee. Dit was het laatste experiment. Vanaf nu wordt het heel makkelijk. Ja. Nee, maar het is toch schitterend dit. Dit is zo ontzettend mooi. Dit is een van de vele cadeautjes die de natuur ons geeft. Het wordt steeds minder, hè, vanwege het landbouwgif. We spuiten zoveel landbouwgif dat er geen spreeuw meer overblijft. Ja. Je mag ze afschieten, toch? Ook als je een kersenboom gaat. Ja, ze zijn beschermde vogels, maar als je een kersenboomgaard hebt... dus als je meer dan 2 kersenbomen in je tuin hebt... dan mag je ze gewoon afschieten. Want we vinden kersen belangrijker dan dit. Dat is nou eenmaal zo geregeld. Maar we krijgen zoveel belachelijk mooie cadeautjes van de natuur... en we struikelen er gewoon over. Weet je, ik neem nou bijvoorbeeld penicilline. Ja. Heeft zoveel mensenlevens gered. Ja. Onwaarschijnlijk verhaal. Ja. Fleming. Je kent het verhaal van Fleming? Het was een verstrooide onderzoeker die dus... de hele tijd zijn lunch boven al die kweekjes aan het eten was. En op een gegeven moment viel er een kruimeltje. Dat begon te beschimmelen in zo'n bakje. En al die bacteriën weken uit. Antibiotica? En het heeft, penicilline heeft zoveel mensenlevens gered. Post-it papiertjes. Ja. Was ook toeval. Was ook een foutje. Iemand moest een nieuwe lijmsoort ontwikkelen. Die doet de verkeerde dingen bij elkaar. Waardoor er een lijm ontstond die helemaal niet sterk was. Maar juist heel vaak gebruikt kon worden. Weet je, en hoeveel levens zijn er niet gered door post-it papiertjes? Toch?
huwelijken op zijn minst. Ja, nou ja, rubber, gewoon autobanden. Weet je, rubber is vloeibaar. En het moet vulkaniseren. Dat wisten we helemaal niet, joh. Dat hele systeem was niet bekend. Hè? Dus op een gegeven moment moest iemand rubber in een mal gieten. En die dacht, ik warm het een beetje op dat het wat soepeler wordt. Die zet het in een pannetje op het vuur. En die loopt weg, die vergeet het. Die komt een uur later terug, alles zwarte walm. Die kijkt in het pannetje. Autoband. Gewoon een autoband. Met zo'n dulop erop. Met een ventieltje. Alles. Alles er helemaal erop. Winterprofiel. Nee, maar dat is het ding, weet je. Er zijn zoveel geweldige... Ja. Albert Hofman. Hofman, zeker. Oh ja, Albert Hofman. Dat is ook een Albert goeie. Hofman. Van andere categorieën. Albert Hofman was een biochemicus uit de jaren 30... die met landbouwschimmels aan de gang was. In Zwitserland. Zwitserse. En die op een gegeven moment iets op zijn huid kreeg. Of ik denk dat hij gewoon aan het dingetje heeft gelikt. Dat doen ze ook heel vaak. En die voelde opeens... Ja, nieuwsgierig, hè? Je bent onderzoeker. Je bent onderzoeker of je bent er niet? Dus die kreeg op een gegeven moment een soort koortsaanval. Een half uur later. En die zag allemaal vage dingen als hij zijn ogen dicht deed. Zag hij een soort strepen en kaleidoscopische effecten en zo. En dus hij werd gewoon eigenlijk doodziek. En dacht, hier moet ik meer van weten. Ja, dit gaan we... Ja. En wat hij uiteindelijk gevonden heeft, is lysergeen... Ja, lysergeenzuur diethylamide. En het is? LSD. Oké, tuurlijk. Kijk, LSD, geen Amsterdam. Boven Karspel waren ze echt van, wat de fuck is hier aan de hand? Maar tuurlijk, Amsterdam is gewoon... zijn er mensen die op dit moment gebruiken? Want prima. Nee, prima. Als die inkik, roep heel hard ja. Oké. Nee. Maar het punt is, hij had het dus. Hij denkt, dit is wel iets. En hij is het gewoon op zijn werk, is hij dat gaan uitproberen. Ja. Snap je? Dus gewoon voor zijn werk. Hij heeft het helemaal bijgehouden in een schriftje. Ja. Hij heeft zichzelf eerst een bepaalde dosis van het spul gegeven. Ja. Weet je? Ja, 0,05 milligram was het. Ja. Dat is in de wetenschap eigenlijk altijd wel een veilige dosis. Behalve die mosterdgas waarschijnlijk. Ja. Maar goed, maar andere of cyanide. Maar goed, oké. De kans, dat was al uitgevonden. Nee, maar goed, dit is... Maar dus die 0,05 milligram, die had hij gewoon als een hoeveelheid. De dag, daar begin ik mee, dan kan ik me geen bijl aan vallen. In het geval van LSD was dat dan net, stom genoeg, 25 keer de hoeveelheid die door je dealer aanbevolen wordt, zeg maar. Dus 25 hits LSD. Het is gewoon een barbecue en dan zeggen, joh, gooi de hele koe er maar op. Maar moet je dus, neem dat even mee. Van de eerste man op aarde die LSD gebruikt heeft, is gewoon 25 hits achter zijn kiezen. Oké, dus hij is dat gewoon gaan doen. Hè? Op een werkdag is hij dat gaan doen. Hij heeft het allemaal bijgehouden in een schriftje. Vrij snel, kan ik niet meer lezen wat hij schrijft. Hè? Dus hij gaat op een enorme trip. Om 2:30 gaat er een zoomer. Einde werkdag, zo ging dat daar toen. Toen dacht hij dat het luchtalarm was, is hij eerst 1,5 uur onder zijn bureau gaan zitten. Toptijd gehad met een paar kabouters. Hij is toen naar buiten gegaan, want hij moest op een gegeven moment toch naar huis. En hij woonde een kwartier fietsen van zijn werk, maar hij heeft die dag 5,5 uur over gedaan. Ja, kon hij niks aan doen, kon hij niks aan doen. Want tijdens het fietsen zakte de hele tijd zijn fiets weg in het asfalt. En dan moet je weer uittrekken en zo. Toen kwam hij thuis en toen merkte hij dat zijn gezicht aan het smelten was. Had hij nog niet vaak meegemaakt. Dus dan heeft hij alle spiegels in de tuin van de buren geflikkerd. Afijn. Ja. Uiteindelijk is hij toch op een bepaalde manier op zijn bank terechtgekomen. In een soort horrorslaap, denk ik, terechtgekomen. En uiteindelijk werd hij dus 16 uur later wakker. Werd hij wakker. Alsof er niks was gebeurd. Hij voelde zich prima. Hij was alleen verbaasd dat zijn keuken roze was. Maar voor de rest, weet je, hij voelde zich echt gewoon wel oké. Het is toch krankzinnig. Als je daarover nadenkt, even in het kader van het toeval gewoon. Kijk, dat die man toevallig LSD heeft uitgevonden, dat is niet... Dat ging een keer iemand gebeuren. Dat had u al kunnen doen, in principe. Als u niet had zitten slapen. Maar uiteindelijk, het bizarre aan dit verhaal is dat LSD... van alle soorten drugs die er zijn, eigenlijk een van de enige twee is waar je geen overdosis aan kan krijgen. Horen jullie dat, kinderen? Het kan gewoon. Het kan gewoon. Toen Albert Hofman op die middag op zijn fiets naar huis toe zat en alles om hem heen in brand stond in een zee van felle kleuren, denk je dat hij op dat moment ook maar een flauw vermoeden had wat er door dat ene stofje zou gebeuren. Dat daarmee een heel decennium met liefde werd getekend. En dat hij daardoor Sergeant Pepper zou gaan horen op een dag. Denk je dat hij op Jimi Hendrix of John Coltrane had gerekend? Dat Steve Jobs daardoor de allereerste iPhone voor zich zag? En wie zegt dat alles met een reden zou gebeuren in dit leven? En dat Lucy in the Sky dus in de sterren stond geschreven. Kijk,
Van mij mag je het best beweren. Maar mijn antwoord is toch nee. Soms zit het ons gewoon ontzettend mee. Soms zit het ons gewoon ontzettend mee. Soms zit het ons gewoon ontzettend mee. Dus ga nou vaker aan de LSD. Kijk, je denkt je krijgt een drieling, maar het blijken er toch twee. Nou ja, dan zit het je gewoon ontzettend mee. En je gaat zingen bij The Voice en je coach is toevallig niet Ali B. Dan zit het je gewoon ontzettend mee. Kijk, je denkt, nou, dit pikt toch niemand. En toch blijf je premier. Nou ja, dan zit het je gewoon ontzettend mee. Je bent een zware alcoholist. Maar opeens hou je alleen nog maar van groene thee. Hoppa. Dan zit het je gewoon ontzettend mee. Je zit 4 jaar lang met Forum. En daarna, BBB, dan zit het je gewoon. Toch een beetje. Ja. Hey, je hebt een hele droge bek, je loopt door de woestijn en opeens is er een Grand Café. Hey, de dijken breken door, maar je woont net boven NAP. Oké. Snap je? Weet je, je bent heel lang mis, maar het is maar een hele kleine snee. Ja. Dit is wel de laatste keer dat ik voor jou een rijmwoordenboek ga kopen voor je verjaardag. Je wou een avond naar Matthijs toe en je pakt Lebbens ook nog mee. Nou ja. Dan zit je gewoon ontzettend mee. Ja, yeah, kijk. Weet je, er zijn met wetenschap en toeval, er zijn oneindig veel verhalen. Ja. Ook dingen die mislopen, juist door toeval. Maar er is één verhaal, dat drong zich 3 maanden geleden aan ons op. En dat gaan we nu bekronen met een goede verhaal. En dat is namelijk, dat stond in alle kranten, het verhaal van Joy Milne. Misschien hebben mensen het gelezen, maar we gaan het even behandelen. Joy Milne. Joy Milne is een dame in Engeland. En het verhaal begint 20 jaar geleden. Zij heeft een extreem zeldzame afwijking. Erfelijke ziekte. Die heet hyposonie. Zij kan absurd goed ruiken. Ze heeft, en dat kan natuurlijk, weet je, dat kan ook vervelend zijn. Dat je alles overal maar ruikt. Maar ze heeft best wel oké leven verder. Ze werkt als op een luchthaven als drugshond. Dus het gaat allemaal prima. Nee, ze geintje. Nee, ze werkt voor een hele dure restaurantketen. Om truffels te zoeken. Dat is eigenlijk de werk nu. Nee, ze kan gewoon heel goed ruiken. Dat is het. Nou, we hadden het er tijdens eten nog even over. Ja. Ik kan ook goed ruiken. Mensen denken ook, omdat ik goed beneusd ben, dat ik dat ik goed kan ruiken. Maar het is meer een Bermuda-driehoek bij mij. Ik ruik niet zo heel erg goed. Mijn smaak is ook best wel een beetje minder wat dat betreft. En bijvoorbeeld, ik hou heel erg van wijn. Van wijn. En ik proef dat maar matig. Weet je, ik kies wijn uit op etiket-prijsverhouding. Het etiket moet de prijs waard zijn. Dat is het voor mij. Bijvoorbeeld wijn kan bederven. Dat heet dan kurk. Zeggen ze, er zit kurk in wijn. Mijn broer die proeft het hartstikke goed. Ik proef dat nauwelijks. Weet je, dan zit we ergens te eten en zegt hij, wijn heeft kurk. Weet je, een beetje bitter. Kom maar hier, ik tetter hem wel leeg, die fles. Weet je. Ik weet nog, vroeger, dan ging je, weet je, vroeger dat ik nog laat kon stappen. Hè, maar dan ging ik naar de nachtkroeg in Ferdinand Bol, heet dat ding. Mazzeltof. Dat was het, Mazzeltof. En dan ging je kansloos proberen die na ene nog wat voor elkaar te krijgen, weet je wel. En dan ging ik wijn drinken en dan kreeg je daar, ik weet niet of het nu nog zo is, kreeg je een plastic flesje wijn. Dan gaven ze geen glazen meer. Maar dan stond je daar om 1 uur. S'nachts stond je probeerde je een vrouw te versieren uit een flesje wijn zo te drinken, weet je. Het was gewoon azijn met een beetje alcohol aangelengd, dat probeer je daar te drinken. En toen kwam ik er laatst achter, en dat is het bizarre. Ik moest een keer niezen, ik dronk wijn en toen moest ik niezen. En toen kwam de wijn door mijn neus naar buiten. En heb je toch altijd met eten? Dat je tijdens en dat een stukje brood of zo, daar hebben we toch wel eens meegemaakt. Of gewoon een heel stokbrood, toch? Ik maak de grapjes over mijn neus. Ja, Hans kan er niks aan doen. Hij is bij de geboorte door een arts aan zijn neus naar buiten getrokken. Oké, als jullie hier blijven lachen, dan is het de hele avond liedjes. En dan ga ik gewoon lekker daar interessant gaan lopen doen op de... Oké? Gewoon een beetje, ook een beetje kiezen of delen. Dus, ik... ik merkte dat ik beter proefde. En dat is natuurlijk raar, maar als ik er zo wijn door mijn neus kwam, dan proefde ik meer. Dus wat ik thuis nu wel eens doe, maar dat doe ik niet openbaar, dat is met een rietje. Ik zou je zeggen, ik heb thuis een wijnspiegel. Dan heb ik een spiegel en dan doe ik zo een beetje wijn doe ik er zo op. En dan heb ik een opgerold biljetje van $10. En dan... Wacht even, je dwaalt enorm af. Even Joy Milne. We moeten even terug naar... Joy Milne, ja. Joy Milne. Dus Joy Milne, die kan ontzettend goed ruiken. Ja. Ik hou je even op weg. En, zij merkte op een gegeven moment dat haar man anders begon te ruiken. Op een gegeven moment. Dat was natuurlijk iets gewoon ouderdom. Hè? Ik bedoel, ik ken die geur nu.
Luister, stop. Het is waar. Het is gewoon waar. Dat is de dood wat je ruikt. Ja, ik heb wel gaan zitten lachen, maar ik heb mijn ouders alles weer naar een verzorgingshuis moeten brengen. En daar is die geur gewoon aanwezig. En dat proberen ze te verhullen met van die spuitbusjes met een beetje urinelucht, weet je wel. Maar het is gewoon waar. Je ruikt. Zij kwam erachter dat een man anders was gaan ruiken. En nu komt er weer een schakel in deze enorme toeval. Zij heeft die hele zeldzame erfelijke afwijking. Ze ruikt dat haar man anders ruikt. Die man krijgt op een gegeven moment te horen, een half jaar later, dat hij Parkinson heeft. Een verschrikkelijke ziekte als je die hebt. Een slopende ziekte. En zij dacht, zou ik het geroken hebben? Die gedachte alleen al. Ze gaat naar de huisarts toe in Engeland. Ze zegt nee. En die huisarts zegt, nou, laten we het proberen. Je had ook kunnen zeggen, ben je helemaal gek geworden. En toen hebben ze bij een lokaal bejaardentehuis, hebben ze 40 hoopjes kleren neergelegd van allemaal mensen die daar zaten. Zij is gaan ruiken. En ja, ik zweer het je. En ze had gewoon bij iedereen goed of ze wel of niet Parkinson hadden. En toen dachten ze, dit is toch wel een heel raar verhaal beginning te worden. Dus dat zijn ze verder gaan onderzoeken, weet je wel. Er is dubbelblind onderzoek gedaan, weet je wel. Ze is overal naartoe geweest. En ze had maar één keer dat ze op een gegeven moment zei, die heeft zeker Parkinson en diegene had geen Parkinson. En die kreeg te horen een half jaar later dat hij toch Parkinson heeft. Zij kan Parkinson ruiken een half jaar voordat je de symptomen hebt. Wat voor de wetenschap een enorme vooruitgang is. Weet je? En ze zijn er namelijk achtergekomen wat het is. Dat is namelijk, door Parkinson verandert je talg. Je huidvet verandert. Weet je, ik doe dit omdat ik kom uit een hele talgrijke familie. Ja, mijn vader mocht van mijn moeder nooit witte shirts dragen. Omdat het werd helemaal zo oranje gutsig hier, zo, weet je. Dus Trump over zijn hele gezicht had. Dat heb ik, ja, heb ik in mijn nek. Ik heb in mijn nek. Weet je wel, dus als er ooit een talgtekort komt, kan je me melken. Zo, dat is het niveau. Maar ze kunnen dat dus meten aan dingen. Waarom is het in het nieuws geweest 3 maanden geleden? Ze hebben het gekraakte code. Ze weten wat het is. Dus je kan nu naar het ziekenhuis. Dan gaan ze met een wattenstaafje door je nek. Dan gaat dat in een apparaat. Die heeft trouwens de vorm van het hoofd van Joy Milne. Uit respect. En dan weet je of je wel of niet ziekte hebt. In mijn hoofd is er een deurtje bijgekomen. Een deurtje dat daar eerder nog niet zat. Ik heb de klinkers in mijn hand gehad. En heel even om het hoekje heen gekeken. In mijn hoofd is er een deurtje bijgekomen, maar deze hou ik maar stevig dicht. Want sinds ik heb gezien wat er daarachter ligt, voel ik een drang waaraan ik nauwelijks kan ontkomen. En ik weet, als ik het toch ooit zou proberen, dat ik daarachter hopeloos verdwaal. En zelfs als ik mijn spoor weer achterhaal, dat dan een andere persoon terug zou keren. Uit voorzorg heb ik laatst er zelf een bandje voor geplaatst, het afgestukt en het hermetisch dichtgekit. Toch zal ik altijd blijven weten waar het zit.
is er een deurtje bij gekomen. Ik loop er nu steeds minder angstig aan voorbij. Maar ik leef ermee, het is een deel van mij. En dan waait hij soms nog even open in mijn dromen. In mijn hoofd is er een deurtje bij gekomen. Toen ik in de jaren 90 van de vorige eeuw begonnen ben met cabaret samen met Dolf, moest ik heel vaak alleen terugrijden. Ik had nog een baan erbij. En als het dan een verre reis was vanaf Groningen, weet ik van wat, Delfzijl, Middelburg, toen zat ik in mijn eentje in die auto met die adrenaline van de voorstelling nog in mijn lijf. En dan ging ik spelletjes spelen. En dan reed ik bijvoorbeeld op het provinciale, ging ik dan aan de verkeerde kant van de weg. En dan keek ik hoe lang ik dat vol durfde te houden. Weet je, dat soort dingetjes. Weet je, of het stuur loslaten met je ogen dicht en dan kijken tot hoeveel je durfde te tellen. Dat soort geintjes allemaal. Toen heb ik een keer op een avond, het was in de winter, het was volle maan, mijn lichten uitgedaan. En dat win je heel snel aan. Want het was best wel, oké, licht om me heen. Dus ik kon gewoon doorrijden. Maar toen kwam er op een gegeven moment van rechts kwam er een andere auto aan, 80 km per uur. En ik zat op mijn voorrangsweg, dus ik reed gewoon volle vaart door. Maar hij ook, maar hij had me nooit gezien. Want ik had mijn licht uit. En dat besefte ik helemaal niet. En uiteindelijk heeft hij me aan de achterkant op ding. 2 meter na heeft hij me gemist. En dat deurtje heb ik toen maar stevig dicht gedaan. En ik weet nog een jaar 15 geleden, ik had al een vriendin. En toen ontmoette ik een dame op een feest. Je hebt toch eens in de 10 jaar. En dan overkomt het je toch weer. Dat je iemand tegenkomt en dat er een fucking klik is. En dat je meteen een soort iets voelt alsof je iemand al heel lang kent. In ieder geval, het was heel spannend. En we hadden een spannend gesprek. En we gingen wat dichter tegen elkaar aanstaan. En op een gegeven moment legde ze haar hand op mijn schouder. En die gleed naar mijn keel. Ik denk, ben jij nou aan het doen? En toen deed ze op mijn keel zo. En toen kneep ze een beetje in mijn keel. En toen zei ze, keek ze me aan, toen zei ze, Hans, dit is wat ik wil. En de afloop gaf ze me haar 06-nummer. En dat deurtje heb ik altijd dicht gehouden. En ik weet nog een keer, dat was met Dolf. We stonden in Roermond, dan moesten we overnachten, de avond daarna Kerkrade, moesten we spelen. En toen zijn we naar het casino gegaan. Dit is het verhaal van Dolf en mij, 2 dames en het casino. Na afloop van een voorstelling en een drankje waarvan ik dacht dat het voor mij was. Oké. Wij komen... Hans, sorry, dit gaan we niet doen. Jacco, dankjewel. Nee, ik ken het Roermond verhaal. Dat kunnen ze hier zeker. Ik snap het. Jullie krijgen zeker het Roermond verhaal. Ik zou heel veel uitleggen. Kijk, het is natuurlijk super gaaf dat ik met Lemmens op tour ben. Legendarisch comedian, heel lang in het vak al. Maar ook bijzonder risicovol. Toch? Laten we wel weten. Moet je dat ik dood ga of zo? Dat is ook waar. Maar nee, ik bedoel meer iets anders. Kijk, hij staat natuurlijk al 30 jaar op de planken. Er zijn natuurlijk allemaal dingen gebeurd. En ja, ze vallen momenteel bij bosjes, weet je wel? Dus Nee. Kom op, dat gebeurt gewoon. Ik heb toch niet voor niks een cancelverzekering afgesloten? Heb jij een cancelverzekering afgesloten? Ja, ik heb dat is ook typisch jouw generatie, hè? Ja. Dat is toch typisch, weet je? Hans, en mensen cancelen. Wij cancelden nooit iemand, hè? Maar bij ons, dat deed je niet. Ze cancelen mensen en dan gaat hij zich nog tegen verzekeren ook. Nee, maar als jij halverwege de tour, als jij wegvalt, omdat je niet meer... Wat moet ik dan? Omdat je dan niet toch... meer... En praat er maar overheen. Luister, dit is een ander ding. Ik heb een voorspellende droom gehad. Oké. Een voorspellende droom. Geen grappen. Dat is echt super eng. Ik zal heel veel uitleggen. Ik had in een droom... ik zat de krant te lezen en toen zag ik op de voorpagina opeens in koeienletters staan... Vanavond in Boos nagelt Tim Hofman Hans Zimmel aan de schandpaal. En met daaronder dus een heel artikel waarin uitgebreid wordt beschreven... hoe Hans in de jaren 90 in de coulissen altijd stelselmatig aan de bloemenmeisjes heeft gezeten. Nee. Dolf probeerde wel eens wat, maar ik... Het ging over de neus. Hans, Ik heb misschien 2 keer een nummer gevraagd van iemand. Het ging nog verder. Daaronder stond dus een hele... Die beroemde pedoseksuele conferentie van jou. Maar toen kon het niet jong genoeg, man. Mensen riepen het leuk. Ja, dat was leuk. Maar nu stond het woordelijk uitgeschreven. Je hebt toch net een kinderboek uitgebracht? Ja. Nou, dan ben je halverwege. Ja. En daaronder stond het overmaat van ramp. I kid you not. 2 foto's van Hans in blackface. In blackface? Ik heb een keer Zwarte Piet gespeeld. Hoezo? Het waren foto's uit april. Je stond in een korte broek in blackface. Het was een tuinfeest. Sta ik zo? Ja. Ja, het was een tuinfeest. Dit is niet te overzien. En diezelfde avond komt natuurlijk een enorme media circus op gang. Iedereen heeft het erover bij het koffiezetautomaat. Dus diezelfde avond zit bij Jinek aan tafel
Dolph Jansen in tranen. Ja, in tranen te vertellen dat hij nooit er iets van had geweten. Ja. Maar dat hij wel altijd al zo'n vermoeden had gehad, zei hij nog. Ja, ja. Had hij een shirt aan met zo'n NSB hier erop? Zo, zou en dan leren laarzen toch? Zou heel goed kunnen. Je bent, vervolgens, Hans, jij wordt in voorarrest genomen. Hè? Dus en er wordt een huiszoeking gedaan op je boot. Huh? En dan wordt ook nog zo'n buideltasje ramvol met cocaïne gevonden. Ja, dat was van Najib. Heeft hij nooit meer opgehaald. Dat heeft kan heel goed. Het kan heel goed, maar het gebeurt wel. Weet je? En er staat de politie in en uit en ondertussen stond... Het was een tragisch beeld, Hans. Stond jouw vriendin bij de deur te schreeuwen... maar dit kan mijn Hans niet gedaan hebben. En het is een misverstand. Had ze een breiwerk in de handen? Ze had een breiwerk in de handen. Ja, dan is het mijn vriendin. Nou, dat zeg ik. Het was vreselijk. Ik moest vervolgens... Ik moest gaan spelen, weet je wel. Dus ik sta de dag daarna. Volgens mij was het de kleine komedie. In mijn droom is dat de kleine komedie. In je eentje? In mijn eentje. Kan je helemaal niet. Die hele show kan in eentje helemaal niet. Nee, dat kan toch niet. Ik kan niet daar en hier. Nee, dat kan toch niet. Maar goed, ik verzamel wel al mijn moed, weet je wel. Ik heb een soort plichtgevoel. Ja. Dus ik ga het podium op en ik zweer het je. Echt van moment 1, de eerste tot de laatste rij, allemaal medeplichtig. Mijn publiek. Mijn publiek, ja, precies. Nee, maar en ze begonnen ook, weet ik wel, allemaal dingen het podium op te gaan. Pepermuntjes, leesbrillen, gehoortoestellen, protheses, alles. Er kwam gewoon echt een regen van... Ik stond gewoon 10 minuten later, stond ik jankend weer in de coulissen. Ja, dat is jouw wel? Droom. En het is de kleine komedie. Dus ja, tuurlijk, er zit een recensent in de zaal. Dus de volgende dag staat in het Parool, en alle andere kranten, staat het toeval wil. Matthijs van Halle solo, de grootste afgang van de cabaretgeschiedenis. Het is niet te overzien wat er gebeurt. Hans, jij wordt voorgeleid, hè, in de rechtszaal. Oh. Voor de rechter. Ja. En achter in de zaal zitten al jouw slachtoffers. Ach, ik heb misschien 1, allemaal. 2, stuk maximaal 3 meisjes. 142, Hans. 142 bloemenmeisjes. Ja, ik had toen meer conditie. Zitten met boeketten wenend achter in de zaal. En Hans, die krijgt de kans om in ieder geval zelf nog een soort verklaring te doen of zo. Weet je, of iets voor de gedupeerden. Maar goed, jij begint natuurlijk zoals altijd zo onnoemelijk snel te praten. Dat de stenograaf gewoon binnen 3 seconden met de TIA schuimbekkend moet worden afgevoerd. Weet je, en je krijgt onmiddellijk je vonnis te horen. Oh. Ook. Ja, taakstraf. 1200 uur. Taakstraf. 1200 uur. Winkelen met Lennis Grace, is dat het? Nee, het was wel inventief. Ik vond het wel goed. Je moest door het hele land campagneposters plakken. Oh. Van de BBB. Bio-industrie is zo gek nog niet, stond er zo heel groot op. Claudia de Breij, jongens. Claudia de Breij. Die moet je naar buiten laten. Met de nummer 1 heet uit. Ik zweer het je. Hans en het Grietje. Hans, blijf van dat Grietje af. Ze is nog veel te jong. En haalde 70.000 euro op. Ik zit voor slachtoffer. Luister, is er een tweeling na afloop van de show naar me toegekomen. En die zeiden, mag ik dan bij jou? Dat herinner ik me nog. Dat herinner ik me nog. Uiteindelijk, het is de Jacco bijvoorbeeld, onze technicus. Niet de Jacco erbij. Nee, maar ik haal hem er niet bij, maar het gaat nu goed. Het gaat goed met Jacco. Ja, het gaat erom. Weet je wel? Nou, als dit gebeurde. Hij kwam gewoon, als de zekerheid is weg, hij komt op straat te staan. Hij gaat weer aan de heroïne. Het is niet te overzien gewoon. Echt waar. Ja, nee, maar het gaat gewoon niet gebeuren. Weet je waar ik eindig? Nou. In het voorprogramma. Ah, van? Ja, Hans Lieberg. Ja. Ik bedoel, maar... Dat is voor die man ook niet fijn. Nee, dat is voor niemand prettig. Nee. En jij, Hans, maar dat is misschien wel het ergste. Jij wordt... Weet je wie jij eindigt? Jij wordt gevonden naast een reclamezaal. Het gaat gewoon niet gebeuren. Nee, dood. Dood. Oh, dood. Doe maar. Met twee... Lekker. Naast je liggen 2 lege emmers lijm en 2 volle neusgaten. Het gaat gewoon niet gebeuren. Het gaat niet daarom gebeuren. Daarom heb ik een verzekering afgesloten. Ik ga jij lekker verzekering afsluiten. Ik ga niet gecanceld worden. Ik ben bravi. Ik ben altijd aardig geweest. Ik heb altijd empathisch naar andere mensen toe. Er zijn toch dingen gebeurd? Nee, dat is ook weer zo. Er is wel iets gebeurd. Je hebt toch wel een handje of een opmerking? Een handje of een onderwerp. Er is gewoon... God op, nee. Maar niemand gelooft dit, toch? Nee. Ik ben altijd zorgvuldig geweest. Als er al een handje, je tonk in een handje. Dan was dat altijd met toestemming, carbonpapiertje, 2 keer doorgeslaagje. Ja, ik heb altijd alles met... Ja, ik ben altijd heel empathisch geweest, weet je. Weet je hoe ze mij vroeger noemden? Hans Wokie Sibbel, zo werd ik genoemd. Ja? Voor een hele woke shit hier losbarst. Omdat ik altijd voorzichtig ben geweest. Hier, ik zal een voorbeeld geven. Weet je, ken je dat boek van Joris Luijendijk? 7 vintjes, toch? He, dat je een voorsprong hebt. Ja. En nou goed, weet je, dat als je in de randstand bent geboren en wit bent en heteroseksueel, wat gelden, een beetje slim bent. Alles wat Hans is. Dat is eigenlijk de... Nou ja, en jij ook. Ja, en ik snap je? Nou, dan heb je een voorsprong en heb je de wind mee in het leven, heb ik me altijd beseft. Ik heb altijd beseft, Hans, je hebt gewoon een beetje de wind mee gehad in het leven. Nou, prima. Weet je, maar ik vind
Mensen die je wind tegen hebben en die moeite moeten doen en dan hard vechten en dan uiteindelijk iets bereiken, vind ik altijd een veel beter verhaal dan mensen die de hele wind mee hebben en dan eindigen met een commissariaatje bij een of ander bedrijf. Hans, dit betekent dus, wat je eigenlijk zegt, is dat je een leven moet leiden van discriminatie en benadeling om dan van jouw respect te verdienen. Dit is dat... zo jouw generatie. Je draait het weer precies om. Nee, ik zeg alleen dat als je tegen hebt en hard werkt, dat het net zo waardevol kan zijn. Omdat een beetje tegenwind, dat kan ook geen kwaad. Daar word je ook een beter mens van. En sterker nog, dat wind je mee, de 7 vinkjes, dat kan ook in je nadeel werken. Een vinkje kan ook een kraai worden. Kan ook in je nadeel werken. Het is altijd maar alsof alles in je voordeel werkt. Ik zal een voorbeeld geven. Weet je, ik doe er 1 van de 7. Op alle 7 heb ik wat aan te merken. Maar dan wordt de avond te lang. Ik pak er eentje uit. Bijvoorbeeld slim. Hè? Je bent dan, oh, als je slim bent, dan leef je wel 7 jaar langer. Als je intelligent bent, nou prima. Oké, ik ben best wel slim. Ik heb ateneum gedaan, VWO. Mag je niet van jezelf zeggen. Ik ben best wel slim. Ik heb ateneum gedaan met allemaal 6 en een 7. Dus dat is bijna cum laude. En ik... Nee, maar ik was wel top of the class, weet je wel. En dan, maar ik kwam uit een middenstandsgezin. Dus ik moest gaan studeren, weet je wel. Omdat, ja, als je de ateneum af hebt, dan ga je daarna toch studeren. Dat is toch logisch. Weet je, als ik bij wijze van spreken tegelzetter had willen worden. Want dat vind ik fantastisch, tegelzetters. Weet je de tegelzetters? Dat die zo'n muur kunnen doen zonder die plastic kruisjes te gebruiken. Ja, die kunnen gewoon uit het handje, kunnen zo tok, 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 tok. Dit is toch een glashelder voorbeeld van kansongelijkheid, dit. Deze man heeft nooit tegelzetter kunnen worden. Toch? Nee, ik zeg alleen dat ik werd min of meer gedwongen om te gaan studeren. En heeft het me nou zo geholpen? Nou, je hebt wel je diploma. Hey, je hebt wel economie afgestudeerd. Ja, nou en? Weet je wat het gevolg is? Dat ik nooit, daar is het, dat ik nooit Carré zou kunnen spelen. Nooit. En weet je waarom niet? Ik maak intelligente cabaretprogramma's. Ja, en er zijn gewoon niet genoeg intelligente mensen om Carré vol te krijgen. Ik speel voor de elite. Ik speel voor een hele kleine groep mensen die snappen wat de driedubbele laag achter al mijn dingen. Dat is wat er uiteindelijk gebeurt, ja? En dat zijn jullie. Ga voor jezelf klappen. Dit is super chic, kleine komedie. Dit is echt... Wow. Nee, maar ik kan gewoon... Ik ben geen Bert Visser, hè, die in Carré 5 keer keihard heen en weer rent. En dan roept hij, als je me nou... En dan gaat iedereen keihard lachen. Zo zit het niet. Ik moet het van helemaal andere niet dingen... Niet klappen, wat doe je nou? Ja, nou... Nee, maar kijk, ik snap heel goed dat ik door mijn huidskleur... He, die is wit, kan ik bepaalde dingen niet zeggen. Bijvoorbeeld het N-word. Weet je, heel veel rapmuziek, daar zit het N-word in. He, yo, ik zeg het niet. Okay. Ik weet dat er is. He, ik weet dat, je moet dan opletten, als je meezingt met rap, moet je gewoon opletten. Yo, dan moet je je even inhouden. Prima, dat doe ik dan ook. Uit respect, weet je. Als dat zo is, dan is dat zo. Dus als ik meerap, moet je gewoon even goed opletten. En ja, dat is toch een andere... Dus het komt regelmatig voor dat jij lekker net in je 16 bars loopt te spitten in je huiskamer. En dat jij vervolgens op een gegeven moment net struikelt over dat... Nou ja, weet je, mag ik een andere vraag? Nee. Ik wil graag een andere vraag stellen. Okay. Hans, noem mij 1 titel van 1 rapnummer. Ja. 1 hiphopnummer. Ja. Gewoon 1. Oké, okay, prima. Kom, prima. Ja? Ik ben na No 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 van Tour Unlimited afgehaald. Heel goed. Toen had ik het wel een beetje gehad. I rest my case, toch? Dat is een beetje... Het enige wat ik wil zeggen is... Ik snap dat ik door mijn huidskleur, wit... dat ik bepaalde dingen niet moet doen. Ik moet gewoon uit respect, moet ik die woorden niet gebruiken. Dus ik kan bepaalde dingen niet zeggen door mijn huidskleur. En mensen met een donkere huidskleur, die worden gediscrimineerd. Weet je, en dat vind ik ook verschrikkelijk. Maar als zij door een huidskleur worden gediscrimineerd... en ik kan door mijn huidskleur bepaalde dingen niet zeggen... dan zitten we toch uiteindelijk gevangen allemaal in hetzelfde kootje... Okay, boomer. Pa doet niet meer mee. Hij heeft de laatste tijd van steeds meer zaken blijkbaar geen idee. En hij begint steeds vaker zinnen met het zal wel weer niet mogen. En zijn jongste riep laat spottend dat hij slaapt met open ogen. Omdat hij niks begreep van die LBTG. Ik ben zo benieuwd welke letters ze er dit jaar bij bedenken. Pa doet niet meer mee. Hij merkte het dit jaar opeens weer aan het kerstdiner. Toen hij een mof begon te tappen uit zijn vaste repertoire, keek iedereen aan tafel ongemakkelijk naar elkaar. En ging zwijgend verder aan zijn crème brûlée. Ja joh, laten we iedereen cancelen. Hou alleen nog Frans Bauer over. Super. Pa doet niet meer mee.
En zijn kinderen die telkens weer met eindeloos geduld hem de nieuwe regels trachten uit te leggen. Dat al is het goed bedoeld en niet helemaal zijn schuld, hij toch bepaalde dingen echt niet meer kan zeggen. Het blijven voor mij gewoon moffen. Pa doet niet meer mee. En al leest hij nog steeds trouw de Volkskrant en het NRC. En al zegt hij dat hij juist met dat soort mensen is begaan. Zijn vrouw kijkt hem onderhand vaak vol minachting aan. Wanneer hij lacht om Johan Derksen op tv. Ik wist niet eens wat een duizendurenkaars was. Pa doet niet meer mee. En dan denkt hij maar met heimwee aan die tijd terug. Dat hij in zijn leren jas stond te rellen op Trokin. De barricade waar hij opklom met de wind nog in zijn rug. Stort nu steeds vaker onder zijn voeten in. Het zijn wel de mannen die alles hebben opgebouwd, hè? Pa doet niet meer mee. Hij prakt zijn mening nu in stilte met zijn piepers tot puree. En hij ontwijkt elk onderwerp waar hij zijn vingers aan kan branden. Om maar niet weer in die zelfgegraven valkuil te belanden. En als hij dan weer een keer door zijn gezin wordt afgekeurd. Dan kijkt hij lachend naar zijn kinderen en denkt. Wacht maar, straks zijn jullie aan de beurt. Er is iets in haar gezicht dat je ter plekke voor haar zwicht. En je weet het is een val, omdat je haar nooit krijgen zal. In 10 seconden is het raak, ze heeft precies dezelfde smaak. Ze houdt van New York rode wijn, ze zou de ware moeten zijn. Je voelt haar vingers in je hand. Geen tegengif tegen bestand. Je bent verloren dan en daar. En alles wat ze zegt is waar. Bij afscheid dan die eerste kus. Je fietst naar huis, dit is het dus. En je weet dat je vergeet. Ze is van een andere planeet. Zegt alles af, moet haar weer zien. Vrijdagavond 9:30. Om 10:30 komt het door, ze heeft er vast een reden voor. Na 6 keer bellen zit het mee en je spreekt af in dat café. Je ziet haar zitten door de ruit, ze lacht, dan is het sprookje uit. Ze zit voor altijd in je hoofd, je hebt er even in geloofd. Je weet nu wat je weten wou. Ze is de onmogelijke vrouw. Ik word steeds banger. Ik merk, het heeft iets met leeftijd te maken of zo. Ik heb steeds vaker een soort onheimisch gevoel als ik de deur uit ga, dat het toeval me op de hielen zit. Dat ik aan de beurt ben en dat er wat gebeurt. Omdat het al zo'n tijdje goed met me gaat. Weet je, ik steek mijn hand uit met fietsen hier in Amsterdam. Ik ben geloof ik de enige. Iedereen denkt hier dat je paranormaal begaafd bent en dat je precies weet waar iedereen heen gaat. Ik fiets met een helm op. Ik heb zelfs zo'n band gekocht voor wandelen in berg of zo. Dat is een airbag. En als je dan valt, plaatst die zich op en dan krijg je zo een helm. Ik ben gewoon, ja, het gaat er zo lang goed met me dat ik het gevoel heb dat ik aan de beurt ben of zo. Met skiën, weet je, ik ben toch weer gaan skiën, maar ik heb speciale beugels heb je voor je knieën. Dat als je valt, dat ze stijf worden, dat er kleinere kans is op knieblessuren. Weet je, en als je in een lawine terechtkomt, heb je van die systemen, dan kunnen ze je zo vinden. Het zijn 4 systemen. Nou, ik heb ze allemaal en ze zitten overal in mijn pak, kan ik je vertellen.
De laatste was prinses Beatrix, 85 jaar. Die was gevallen tijdens het skiën en die had haar pols gebroken. En toen zei ze, maar volgend jaar ga ik gewoon weer skiën. Dat wil ik. Dat gevoel wil ik hebben. Op een of andere manier heb ik het gevoel dat het toeval me in de nek hijgt. Weet je? Kijk, het is een beetje met, als je een muntje gooit. Als je een muntje gooit, dan is het kop of munt. 50-50, 50% kans, weet iedereen. En maar stel je gooit kop en je gooit daarna weer kop. En daarna gooi je weer kop. En daarna gooi je weer kop. Dan wordt het een beetje raar, snap je? Dan lijkt het wel, dan denk je, ik ga het toch niet weer kop gooien. En waarom is dat? Omdat je de kansen aan elkaar verbindt. Weet je, want je verbindt het allemaal aan elkaar, terwijl dat hoeft helemaal niet. Voor het muntje is elke keer als die omhoog gegooid wordt, precies 50% kans. En dat wil ik gewoon. Elke dag is een nieuwe dag. Elke dag is een muntje wat omhoog gegooid wordt, 50% kans. Het zonlicht zijpelt door je wimpers. En snijdt daarmee je droom aan, God. Een frisse dag ligt aan je voeten. Maar jij komt nu al krachttekort. Maar je moet en zal er iets van maken. Want elke dag brengt nieuw geluk. Simpelweg omdat het leven kostbaar is. Omdat het leven kostbaar is. En om jezelf wat afleiding te bieden, pak je je koffie en de krant. Bladert van ramp naar genocide, tot je eindelijk bij het kruiswoord bent beland. En als jij weer je ochtend hebt versleten, om kost wat kost de oplossing te weten, die dan uiteindelijk de zin vormt dat het leven kostbaar is. Hoezeer het leven kostbaar is. En dat terwijl er 10 keer per seconde volkomen willekeurig waar een eicel door een zaadcel wordt gevonden. En er staat weer een leven klaar, waar weer zin aan moet gegeven. Door alsmaar naar succes te streven. Als een lied dat noodgedwongen altijd maar weer moet worden uitgezongen. Simpelweg omdat het kostbaar is, omdat het oh zo kostbaar is. Vanavond, voordat je gaat slapen, pakt u een zelfhulpboek erbij. En u leest dat je geluk zo op kunt rapen. Als je maar in de kracht staat van het jij. Om daarna weer een nacht te liggen voelen. Omdat u een moord voor zou willen doen. Om één dag niet te hoeven voelen. Eén dag niet te hoeven voelen. Hoezeer het leven kostbaar is. Ah, het is leven zo daarvoor hebben we geprobeerd. We proberen toeval te vermijden. Dat hebben we altijd geprobeerd. Ik denk dat daarom een landbouw misschien is begonnen. Dat we voedselzekerheid wilden hebben. Niet wachten tot er een hertje langskomt of er een worteltje wil groeien. En daarna hebben we geprobeerd het klimaat te beheersen. Dat daar geen toeval meer is met kleding, met techniek, met huizen. En daarna gezondheidszorg natuurlijk. Dat we niet meer ziek kunnen worden, zo min mogelijk. Dat we dingen kunnen repareren. En zo zijn we steeds aan het opschuiven naar steeds meer het toeval wegdringen. En steeds meer zekerheid in onze leven. Dat we een controle hebben, dat we het kunnen. Maar op een gegeven moment gaat het te ver. Op een gegeven moment hebben we te veel controle, denk ik, dat we gewoon niet meer gelukkig worden. Toeval heeft ook een nut, heeft ook een zin. Want ik heb meegemaakt wat er gebeurt als je geen
toeval meer heb. Als toeval verdwenen is. Ik heb meegemaakt wat er gebeurt als er geen schaarste meer is. Als er geen toeval meer is. Wat dat doet met mensen. Want ik ben geweest op een all-inclusive resort. Het was een verloren weddenschap. Ik ben er 2 dagen geweest op de Canarische eilanden. He, en het begint dat je daar aankomt en dan begint de ontheiliging. Dan krijg je zo'n bandje om. En dan weet je, vanaf nu gaat het gebeuren. He, alsof je opgesloten wordt, je krijgt een bandje om. En dat heet in Spanje, het is Canarische eiland, in Spaans heet dat Espera de la Muerte. Dat betekent wachten op de dood. Dat is zoals ze daar dat bandje noemen. En ik heb het gezien, het is gewoon waar. Je ziet iedereen liggen, verveeld, rondom de zwembaden. Van die gelooide huid allemaal. Dus veel te lang in de zon liggen, te lui zijn om zich nog in te smeren. Iedereen ziet er 10, 15 jaar ouder uit dan dat ze eigenlijk zijn. Ze hebben zoveel huidplooien dat je de creditcard er gewoon rechtop in kan zetten. Het avondeten is van 6:30 tot 11:30. Ik herhaal. Het avondeten is van 6:30 tot 11:30. En nog staan de mensen om 5 uur staan ze te wachten tot ze naar binnen mogen. Naar de Heilige Graal doen. Ik heb het gezien. Dan gaan ze allemaal naar binnen toe. En ik heb er echt op gelet. Niemand laat zijn bord leeg achter. Ik heb alleen maar mensen, zelfs als het bord leeg was, dan gingen ze nog wat opscheppen. Want het zal ze toch niet gebeuren dat ze het bord leeg aten. Het is een soort... Je kan het eigenlijk beter, je kan nog beter gewoon voedertroggen neerzetten. Ja, als je dat, ja toch? Voedertroggen en gewoon een zo'n roostervloer. Dat ze gewoon alles kunnen laten... In een bikini gewoon... Scheid het vol, ja. Doe een oormerkje in. Gewoon en na afloop na die 14 dagen of die week gewoon afknallen en tot voedsel verwerken. Ja, en dan voeren aan de volgende groep. Ja, tuurlijk, dat moeten we ook doen. Is toch... Dat is het enige wat nog... Nee, maar het is echt verdrietig. Als je daar rondloopt, wat je ziet... Ik heb het ook maar 2 dagen vol gehad. Weet je, de lunch is van 12:30 tot 3:30. En ik weet wat jullie nu denken. Hoe vul je dat gat tussen 5:30 en 6:30? Trollies. Dat doen ze met trollies. Er lopen mensen rond met hele lege blikken in hun ogen. Zo'n half robot. En die rijden met trollies rond met erop pislauwe pizza. En pina colada's die met de zuipen zijn. En weet ik veel wat voor vreten allemaal. En iedereen gaat zeg maar mechanisch vol lopen te proppen. Het is gewoon een hospice waarin je rondloopt. Het is zo... Die mensen zouden gered moeten worden. Ik zweer het je. Waarom doen we dat niet meer? Gewoon met een lading helikopters. Ja. Gewoon 5 van die helikopters. En ja, dan zo'n vee. Van touwen naar buiten. Zo'n SEAL team. Wat ja. Gewoon, kom, nee, ik wil hier blijven. Nee, komen. Of, oh, je hebt mijn leven gered. Echt waar. Als er geen toeval meer is, als alles geregeld is, we doven gewoon uit. Wij mensheid zijn verloren. Dus dat moet je niet hebben. Maar de andere kant, alles gewoon maar aan het toeval overlaten. Ah, ik wel. Zie morgen wel. Ah, ja, maakt het allemaal uit. Dat wil je ook niet. Dan eindig je als dakloze krantenverkoper of je wordt opeens wakker en dan blijkt dat je al 10 jaar lingo aan het presenteren bent. Dat wil je niet. Je wil niet alles aan het... Je moet, weet je, er moet iets gebeuren af en toe wat je wakker, wat ons wakker houdt. En waar zit die grens? Waar is het mooie evenwicht dat we toeval nog een beetje toelaten, maar dat we er niet constant door overrompeld worden? En dan ga je naar de filosofen, ga je een beetje kijken, weet ik wat, Plato, Sartre met zijn existentialisme... Freud, weet ik veel, de Stoïcijnen. Ik heb dat een beetje doorgebladerd. En die zeggen allemaal, zo zit de mensheid in elkaar. Dat zeggen ze. He, mensen zijn zo en zo en zo. Dus, maar weet je wel, ze denken allemaal anders. En toen kwam ik bij 1 filosoof. Dat is mijn lievelingsfilosoof geworden. En dat is, zo erg, John Rawls. Hey, het is zo erg dat je dan die naam niet weet. Maar het is echt mijn lievelingsfilosoof. John Rawls heet hij. Is Amerikaan. Helaas is hij al dood. Die zegt niet hoe de wereld in elkaar zit. Die zegt niet hoe wij in elkaar zitten. Die stelt jou een vraag. En door die vraag te beantwoorden... Geef jij aan hoe je zou willen dat de wereld eruit ziet. Zodat je een doel hebt. Dat je ergens naartoe kan werken. En die vraag ga ik jullie nu stellen. De vraag van John Rawls is deze vraag. Stel, je zit in een ruimte. Je zit in een ruimte zonder ramen. Er zijn geen ramen, er is alleen maar 1 deur. En dan mag je straks door naar buiten. Maar je weet niet waar je bent. Je weet niet of je in een of andere buitenwijk bent. Van een grote stad of midden in de natuur. Dat je arm bent of rijk. Dat je de dominante huidskleur hebt. Of dat je slim bent, of dat je juist vergeleken met de ander helemaal niet slim bent. Je weet het gewoon niet. En als je het allemaal niet weet, waar je bent... Hoe zou je dan willen dat de buitenwereld eruit ziet? En verrassend genoeg komen overal ter wereld... Als je mensen die vraag stelt, komen ze ongeveer op hetzelfde antwoord. Namelijk, weet je... Als er buiten maar goede gezondheidszorg is... Als het er eerlijk is, dat er een eerlijke politie is... En eerlijke rechters... En een onderdak, weet je... En onderwijs. Gewoon onderwijs, gezondheidszorg, goede rechterlijke macht en een dak boven mijn hoofd. Dan red ik me wel. Weet je, zo is het gewoon. We moeten een paar dingen regelen. Het is net als de spreeuwen. De spreeuwen hebben 3 afspraken. En als je je daaraan houdt, ja, dan kan toeval gewoon zijn gang gaan. Want dan zijn we robuust. Als we een paar dingen goed regelen, dan kunnen we toeval toelaten in ons leven.
En dan kan toeval datgene doen waar het voor bedoeld is. Toeval zorgt ervoor dat er altijd hoop is. Dat er altijd nog iets moois kan gebeuren. En toeval zorgt ervoor dat die prachtige leventjes van ons nooit en te nimmer saai zullen worden. Het leven levert streken. Ik ken ze onderhand al lang. En het is duidelijk gebleken. Je krijgt het toch nooit in de tang. En er is altijd iemand sneller. Die meer wind heeft in de rug. Laat het maar aan het toeval over, het slaat genadeloos terug. Naar goud moet je graven, soms wat dieper dan je denkt. Vaak moet je eerst een berg verzetten, voordat je weet wat het je brengt. Natuurlijk is het leuker, berg je af en is ze vrij. Maar met een rotgang naar beneden gaat er zoveel aan je voorbij. En soms wil het toeval met je spelen, zoals een kat doet met zijn prooi. Laat het maar allemaal gebeuren, het valt ooit heus weer in de plooi. Naar goud moet je graven, soms wat dieper dan je denkt. Vaak moet je eerst een berg verzetten, voordat je weet wat het je brengt. Dus als u weer eens loopt te jagen, of je rent doelloos in het rond, ach, stop gewoon daar waar je bent, pas op de plaats en zet je tas eens op de grond. En ga daar staan dan, en ga aan dan, ach, pak die spade en begin, en ga het aan dan. Naar goud moet je graven, soms wat dieper dan je denkt. Vaak moet je eerst een berg verzetten, voordat je weet wat het je brengt. Jacco van der Doel, Elko Vellema en de lieve mensen van het theater.